Ik zei het al, de begroting ziet er gewoon goed uit. Er is in de afgelopen jaren een stevig fundament neergelegd en daar kunnen we op voortbouwen. En dat leidt tot een financieel sluitende begroting 2021 en dat geldt ook voor die meerjarenramingen. Er is nog wel allerlei focus aan te brengen op het invullen van taakstellingen. En die zult u vooral aantreffen in het sociaal domein. Het sociaal domein, ruim de helft van onze begroting, inmiddels al boven de 300 miljoen euro trouwens. Dat sociaal domein, dat vraagt onveranderd onze aandacht. Niet alleen om het geven van inhoudelijk goede en juiste zorg, maar ook om dat binnen de begrotingsbudgetten vorm en inhoud te geven. Zoals je weet zijn we bezig met het voorstel voor een nieuw zwembad. Grappig. Als het gaat om de participatiekant, dus de mensen die een uitkering hebben of recent weer hebben gekregen, zetten we in op een aantal zaken. In de eerste plaats, en ik begin maar even een beetje onderaan, starten we nieuwe werkfit trajecten in de sectoren logistiek, zorg en industrie. Dat zijn kansrijke sectoren waarin we proberen mensen die nu in de bijstand belanden en die ook een korte afstand hebben tot de arbeidsmarkt, hè, omdat ze net een baan hadden, om die weer direct, al dan niet met wat omscholing, dat is het volgende punt, weer aan het werk te helpen. Om daar ook opvolging aan te geven, dat die nu structureel in onze begroting zit. Omdat we echt vinden dat dit belangrijk werk is en we daarvoor de nodige mensen ook echt nodig hebben om ervoor te zorgen dat die zorggelden daadwerkelijk bij de zorg terechtkomen. Daarnaast wordt er op dit moment hard gewerkt aan een nieuw plan voor de stadskade. Dat is het gebied tussen Niels, de bibliotheek en het stadshuis. Om daar de ontwikkelingen voor te zetten in combinatie met het havenblok aan de overzijde. Het beeldbepalende karakter van de Acaciaschool op het plein, op de kop van de Nieuwstraat, blijft behouden. En aan de andere kant, richting de Amstraat, werken wij druk samen met het bestuur van de Korenmolen De Hoop. En helpen we ze om de molenschuur die ze daar aan het bouwen zijn, om die ook voortvarend te laten realiseren. Het is elk jaar wel weer een uitdaging. De coronacrisis heeft toch ook alweer de nodige extra uitdagingen meegebracht. Bijvoorbeeld als het gaat om het beheersen van het bestand van bijstandsgerechtigden. Waar we een hele mooie ontwikkeling zagen de afgelopen jaren. Met forse terugloop van mensen die in de bijstand zitten. Een hele goede ontwikkeling. En dan zie je onder druk van corona dat dat toch weer een klein beetje aan het oplopen is. Nou, dat vertaalt zich dan meteen in je begroting. Dat moet je dan weer opvangen. Maar ik ben blij dat dat allemaal gelukt is. En zonder dat we hele forse ingrepen hebben moeten doen door de belastingen heel erg te gaan verhogen of wat iets meer zei. Ja, wij hebben inderdaad als uitvoering van eerder gemaakte afspraken met de gemeenteraad hebben we gezegd van wij moeten ook verbonden partijen, gesubsidieerde instellingen, een deel van het financiële vraagstuk van deze stad mee laten helpen oplossen. En dat doet altijd pijn. Laten we dat voorop stellen. Daar gebeurt het nodige. Maar het beeld dat ook in de media wordt georganiseerd, dat instellingen daardoor zouden moeten sluiten of wat iets meer zei, dat is absoluut niet waar. Maar dat neemt niet weg dat het een heel gevoelig traject is, waarin ook deze instellingen, organisaties, fors aan het werk moeten om dat ook allemaal voor elkaar te krijgen.